ik volg uw podcast, Studio Energie. Dan spreekt u eigenlijk elke week continu allemaal belanghebbenden die vanuit een bedrijf, overheid of maatschappelijk middenveld of als gewone burger, hoe zeg je dat? Gewoon als ja, gewone burger. Ja, gewoon als mens. Ja. Daarmee bezig is. Hoe luistert u naar dit gesprek? Want dat is natuurlijk continu altijd die belangen die elkaar tegenkomen in een stad die groeit, die allemaal ambities heeft. Ik bedoel, er moet niet alleen een onderstation. Als je een wijk ontwikkelt, moet er ook een ouderkindcentrum, een sportvoorziening. Alles vecht om ruimte in die stad. En ondertussen daaronder ligt dat doel van die energietransitie en van die klimaatdoelen. Ja, en dat doel. En ik heb eigenlijk twee dingen uit het gesprek met de wethouder net even opgepikt. Volgens mij het eerste woord, het tweede en het derde was ambitie. Dat staat toch centraal. En net aan het eind zei u, we zijn net begonnen. En ik denk dat u bedoelt als college. Maar de stad is al veel eerder begonnen. En omdat dit gesprek niet voor niks heet, hoe staat de stad er nu echt voor? Ik volg het al heel lang. Ik ben hier overigens ook geboren en getogen. Maar zelfs ik moest toch nog even door een enorme stapel rapporten, college, voornemens, ambities, routekaarten, et cetera, waden de afgelopen tijd. En ik heb toch even een paar, als je het goed vindt, op een rijtje gezet. Want dit begon eigenlijk met een milieubeleidsplan in 2007. En eigenlijk in heel Nederland zijn we met name vanaf 2006, 2007 begonnen. Dan kijken we naar kabinet Balkenende 4 met daarin de PvdA, die een enorme hoge ambitie toen nationaal aan de dag legde. En Amsterdam, toen een college van PvdA en GroenLinks ook, nam dat over. En die had enorme hoge ambities. Het heet ook Amsterdam Duurzaam aan de Top. Toen al, in 2007, ja, u lacht erbij. 40% CO2-reductie in 2025 was toen de stip aan de horizon. Nou, inmiddels is de ambitie 5% duurzaam, of 5% reductie in 2025 van dit college. We staan op dit moment op 11% in de plus. Dus de stad stoot meer uit dan in 1990. Hè. Dat is steeds het eikjaar, 1990. Mm. De stad zit nu op 11% plus. Terwijl Nederland 25% minder uitstoot. Dus in die zin loopt de stad achter. Dat is niet om nou de wethouder of dit college hier een veeg uit de pan te geven. Maar het is goed om te kijken, wat waren toen die ambities? En waarom is dat allemaal niet gelukt? Want er is nog heel veel meer niet gelukt. 2007, klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Dan denk je, nou, daar bent u zelf van, hè, als stad. Ja. Dat kan. Dat moest in 2015 zover zijn. En nu is de ambitie dat het in 2030 zover moet zijn. Ik pak er nog één. Ik zal ze niet allemaal doen, hoor. Maar in 2010, toen was er ook nog heel veel meer ambitie. PvdA, VVD, GroenLinks toen aan het bewind. Alle gemeentelijke gebouwen moesten toen, zowel oud als nieuw, klimaatneutraal worden. In 2015 moest dat klaar zijn. En dit college trad in 2018 aan en zei, we gaan een ambitie formuleren voor deze opgave. Oftewel, drie jaar nadat het eigenlijk rond had moeten zijn, moeten we nog beginnen. Maar wat is het onderliggende punt dat u probeert te maken? Is het punt dat de praktijk weer barstiger is? Is het punt dat we continu het wiel opnieuw proberen uit te vinden? Hoe moet ik hem plaatsen? Het punt is dat tot nu toe, en dat is niet alleen Amsterdam, de ambitie, daar heeft het nooit aan ontbroken. Althans, vrijwel nooit. Alleen de doelen die gesteld werden toen volstrekt onrealistisch waren. En echt totaal. Hè? Niet dat je zegt, nou ja, weet je, kijk, je moet de lat altijd buiten je bereik leggen. Als je zegt, nou, dat redden we wel. Maar is daar nu iets in veranderd? Zeker. Het maatschappelijke gesprek erover is denk ik anders dan in 2007. Nou nee, de data die toen werden afgesproken, die komen nu dichtbij. En de stad ziet en de gemeente ziet, het bestuur, dat het niet haalbaar is. En dus komt er nu realiteitszin in. En dat vind ik de grote winst ook van dit college. Die grote opgeblazen, volstrekt onrealistische doelen, die dan ook maken dat er weinig uit je handen komt, zeg ik er maar bij. Want men had ook geen idee hoe dan. Nu komt de realiteit bij de ambitie. Nu de wethouder zei het ook net, buitengewoon oprecht volgens mij, dat we zien hoe ontzettend lastig het is. En nu komen we ook, kunnen we ook meters gaan maken. En al die jaren van prachtige ambities en wanneer we allemaal niet neutraal waren en aan de top en weet ik veel, dat hebben we nu, hoop ik, zeg ik wethouder, achter ons gelaten. Ik geloof dat in het collegeakkoord nog steeds koploper staat. Maar ik geloof nooit zo in een stad als koploper. Want ik denk altijd, als Amsterdam het in eentje zou doen, dan hebben we er niks aan. Ik bedoel, de hele wereld moet klimaatneutraal worden. En ik denk juist dat steden elkaar ontzettend moeten helpen in hoe je van elkaar kan leren, maar ook wat je kan doen. Dus die ambities, die zijn er nog steeds wel. Maar inderdaad, die weerbarstigheid in de praktijk. En wat je ook werkelijk moet doen om
met iedereen aan tafel te gaan zitten om het voor elkaar te krijgen. En ondertussen groeit die stad ook nog eens. He, dus een deel, op het moment dat Nederland zei, we willen 49% reductie. En Amsterdam zei, we willen 55%. Betekende dat voor Amsterdam eigenlijk 72%. Omdat Amsterdam gewoon sinds 1990 gewoon meer gegroeid is als stad. En dus ook meer is gaan uitstoten. Dus... Maar wat dan fijn is, en die statistieken gaf de gemeente ook, en daar zie je het positieve verhaal, dat de uitstoot per inwoner wel afneemt. Ja. He, dus op het moment dat je... Een betere maatstaf om naar te kijken. Ja, tuurlijk, want als de groei van je stad, die heb je maar deels in de hand. Ja. Maar als je ziet dat je toch per inwoner en misschien per activiteit het wel, dat je wel op de goede weg bent, dan motiveert dat denk ik ook veel meer dan dit soort feitjes die ik nu moet oplepelen. Ja. Wat ik wel nog even wou toevoegen, want de combinatie van wat jullie beiden zeiden, je hebt het over de ambitie die er was en de knellende wetgeving. We zitten nu in een fase van een transitie waarin het gaat knellen. En dan zie je dus ook dat de wetgeving gewoon knelt. He, dus waarom lopen wij achter? Dat is omdat wij op een bepaalde manier gereguleerd zijn, waardoor wij investeren op het moment dat je moet investeren. In 2007 was er al een ambitie waarin je veel meer zou willen investeren. Ja. Maar ja, daar worden we op gestraft. Ja, ja. Ja, dus dat is ook het signaal. En eigenlijk om even terug te gaan naar waar u mee begon, de warmtetransitie. De nitty-gritty van het uitvoeren, die is nog lineair. Wij voeren nog steeds lineair uit zoals we dat 30 jaar geleden deden. Dus als je een warmtenet in een woonwijk wil leggen, dan kom je allerlei ellende tegen die je op een hele andere manier moet oplossen dan hoe we dat 10 jaar geleden deden. Ja, daar moeten we wel eerst achterkomen. Dus eigenlijk, de ambities, volgens mij staan we nu echt met onze poten midden in de ellende van het waarmaken van de ambities. Maar dus van de PEC-buurt, aardgasloos maken, alles wat je tegen kan komen, dat kwam je daar tegen. Terwijl normaal gesproken een nieuw gasnet leggen relatief simpel is. Maar als de wetgeving zo is dat je nog één gasleiding terug moet leggen om één, bijvoorbeeld bakker nog van gas te voorzien, dan haal je de hele planning van zo'n aardgasloze wijk totaal overhoop. Maar dan toch even, als u dan kijkt naar de ambitie om voor 2030 of 2050 dingen geregeld te hebben, eigenlijk zegt u, we zijn nog aan het zoeken hoe het werkt, dan kun je toch geen datum eraan plakken wanneer dat gelukt is, want continu komen we van alles tegen. Dat moet je aan mevrouw Van Doornik vragen, maar uiteindelijk is het wel zo dat we ook echt naar het Rijk moeten kijken, en dat hebben we ook gedaan, de stad gedaan in een brief van, er moeten dingen veranderen om te zorgen dat je een aantal knelpunten wegneemt. Ja, ik wil toch nog even, naar Broek in Waterland, omdat Dat voorbeeld dat vond ik zo opmerkelijk. Namelijk, het elektriciteitsnetwerk is overbelast op sommige plekken. En er zou een school gebouwd worden. En die school die wilde zich inschrijven om elektriciteit te leveren. En dat ging niet lukken, want het elektriciteitsnetwerk zat vol daar. Want er waren bedrijven eerder die capaciteit gebruikt. Want het is een volgorde van inschrijving. Ja, dus dit is een illustratie van hoe het in Nederland geregeld is. First come, first serve. Degene die als eerste een aanvraag doet, die heeft het eerste recht op de schaarse energie die er is. Daarmee kwam die school, die kwam na een ander bedrijf. En kon die school vervolgens, kreeg die niet de capaciteit. Maar wij geven nooit op als netwerkbedrijf. Uiteindelijk gaan we die school nu wel aansluiten. Dat komt doordat je zo'n aanvraag, je moet als je de aanvraag doet ook wel heel nauwkeurig zijn in wat je aanvraagt. Ja. Nou, die school was niet nauwkeurig. Het leek alsof die 300 meter verderop kwam. En er werd ook niet gezegd dat het een tijdelijke aansluiting was. Ja. Dus er zijn allerlei, en dan kom je weer in de nitty-gritty van de uitvoering. Dus wij zijn daar achteraan gegaan en tot in detail gaan analyseren wat er nou precies nodig was. Dan past het wel. Dus, maar dit is goed nieuws voor die school. Maar het gaat even om het principe first come, first serve. Dus het kan zo zijn dat een school na een bedrijf komt en daarmee niet aangesloten kan worden. Maar wat de echte oproep is op het moment dat je een plan maakt, kom dan direct met je aanvraag. Die school is al 4 jaar bezig met zijn bouwplannen. Ja. Nou, nog even wat meneer Bout net zegt over wetgeving, regels moeten veranderen. Het lijkt een beetje of er helemaal niks gebeurt op dat vlak, maar dat is niet zo. Er gebeurt wel zeker wat. We hebben niet alleen die proefwijken, hè, de PAW, wat is ook weer het programma, aardgasvrije wijken, waar nou juist wordt geoefend, zou ik maar zeggen. Ik was onlangs in Heerhugowaard, daar de wijk in gegaan. En dan alleen al als je met een uitvoerder en iemand anders daar rondloopt, dan zie je daar
aan je voeten in 3 kwartier tijd wat er allemaal speelt. Daar leren we van. En als het over wetgeving gaat, gebeurt er ook natuurlijk wel het een en ander. U mag als netbeheerder inmiddels ook wel weer... Er zit een soort redundancy op de leidingen. Hè? En jullie mogen dan toch wat je eigenlijk moest reserveren, waar je niks mee mocht, mocht je nu wel gaan gebruiken. Dus het is niet zo, want het lijkt het nu een beetje, dat de wetgever helemaal niet meedoet. Ja. En er is nog één aspect wat ik misschien wil aanstippen, als dat mag. De netbeheerders mogen ook wel een klein beetje zelf in de spiegel kijken, vind ik. Want 2006, 2007 begon het landelijk met name te spelen. In 2013, misschien dat de zaal dat ook nog wel weet, hadden we het energieakkoord. Groot akkoord, dat was eigenlijk voor heel veel mensen het zichtbare, de zichtbare aftrap van onze energietransitie. En daar werd heel duidelijk in gezet hoeveel wind op land, wind op zee, zon, et cetera, neergezet moest worden. 2013, dan heb je even tijd nodig om op gang te komen. En in eind 2015, 2016 begonnen de eerste knelpunten bij de netbeheerders al te komen in Groningen. En dat heeft zich als een olievlek over heel Nederland uitgevoerd. We wisten het. Ja. De netbeheerders hebben in ieder geval, er zitten hele slimme mensen die heel goed kunnen plannen. En echt, daar zitten topmensen. Misschien wisten ze het wel, maar hebben ze het stilgehouden. Maar in ieder geval in de media en in de politiek heeft het signaal dat wat jullie nu in 2013 hebben afgesproken, dat gaan we nooit op deze manier voor elkaar krijgen. Dat signaal heeft de politiek nooit bereikt. Okay, ja. Ja. En dat had misschien wel gekund, meneer Bout. Misschien even een korte reactie van meneer Bout dan. Ja. Dus eerst eventjes die wind. Hè. Dus het mooie van wind is dat is echt planbaar. Want je weet waar het gaat komen. Dat heeft zoekgebieden. Volgens mij hebben wij ook geen windmolen niet aangesloten. Dus het kan wel. Dus dat is meteen het pleidooi. Zorg dat het gepland lang jaren vooruit is. Dan kan je doen wat je moet doen. Zon hebben we ook wel voorzien. Maar het probleem met die zon is dat die is niet gepland. Die kan overal komen waar er een weiland vrij is. En dan kan een ondernemer zeggen, hier ga ik ze neerleggen. Ja. En dat is voor ons niet te voorspellen. Want het is alsof je een of een provinciaal weggetje maakt. Als je hem hier maakt, maar hij komt daar, ja, dan zit je fout. Maar meneer Bout, wij hebben wel voorzien dat de hoeveelheden eraan kwamen. Konden niet zeggen waar. En daar hebben we natuurlijk wel het gesprek over aangaan, maar het doet pas pijn als het echt pijn doet. Maar misschien dan toch even om dit punt wat breder te trekken, want we zien wel dat nu op het moment, er is een strijd om ruimte, maar ook in ruimte in, zeg maar, in de zin van wie mag de energie gebruiken nu. Je wil natuurlijk binnen die energietransitie dat je kunt stimuleren in de richting van de stad die je wilt hebben. Maar het systeem zoals ik het nu hoor, is gebouwd op zo'n manier dat je eigenlijk niet zo goed kunt inregelen waar de zonneparken komen, dat je niet zo goed kunt inregelen waar in de stad de plekken komen. Dus dan lopen we toch een beetje achter de feiten aan. Want het elektriciteitsnetwerk is een vrij essentieel element van onze transitie, lijkt me. Dat is het zeker. Het elektriciteitsnet is sowieso nodig voor de ontwikkeling van de stad. Dus nog zonder energietransitie zouden we problemen hebben. De energietransitie maakt het nog... Maar we kunnen er niet genoeg op sturen. We kunnen er niet genoeg op sturen. Ik heb altijd begrepen dat in Amsterdam het probleem veel minder zit op de opwek, maar veel meer in de vraag. Dus de vraag is gewoon door de ontwikkeling van de stad enorm en groter dan we eerst hadden gedacht. En de sturingselement wat ik heel prettig zou vinden als netbeheerders, maar ook een gemeente zouden krijgen, is dat er tegelijkertijd, hè, je kan zeggen, je moet blijven onderstations bouwen en die netten maar verzwaren en alles. Maar we moeten ook veel slimmer met onze energie omgaan. Dus je kan in een haven zou er natuurlijk veel meer worden gekeken naar vraag en aanbod. Van wat zijn nou de piekmomenten dat de verschillende bedrijven die energie nodig hebben, dat je daar veel meer mee omgaat en dat er ook gewoon echt wordt bespaard. Maar misschien fundamenteler, want kijk, het college, de stad is ambitieus. We willen heel veel, we willen ook een hele slimme internetstad zijn. We willen van alles, zeg maar. Dus de vraag is eigenlijk op tafel, wat voor stad willen we zijn? Willen we nog een plek in de stad hebben waar je mag, waar het vies mag zijn, waar het vuil mag zijn en waar er soms overlast is? De bedrijvigheid, de zware industrie. Of willen we dat helemaal de stad uit? Willen we al die datacenters in de stad? Daar kunnen we natuurlijk wel een keuze in maken, want dat bepaalt uiteindelijk hoeveel druk er op dat netwerk komt. Mede. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk bij heel veel. Ik denk dat, we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam heeft vorig jaar of 2 jaar geleden een datacenter vestigingsbeleid vastgesteld wat heel terughoudend is. Wat eigenlijk alleen maar ruimte nog geeft aan de datacenters die eigenlijk al ergens in de pijpleiding zaten. En toen gezegd, nou, dit is dan voor de komende jaren ook wel genoeg. Waarbij ook wel wat ambities zijn of wat eisen zijn neergelegd over energiegebruik, maar ook weer het leveren van warmte.
En het verminderen van watergebruik. Maar dat zijn natuurlijk wel de vragen. Vandaar dat het belangrijk bijvoorbeeld ook is dat een haven gezegd heeft, wij willen ook een klimaatneutrale stad zijn. En in die haven kan ik me ook voorstellen dat daar veel meer gekeken wordt. Hoe kunnen bedrijven elkaar ook ondersteunen? Moet een bedrijf een heel eigen net krijgen? Of een hele eigen warmtevoorziening? Of kunnen ze stoom van een ander bedrijf krijgen? Ja. Je merkt, en ik denk dat dat een van de punten is wat wij in deze periode enorm leren. Een deel van de manieren waarop wij vroeger, waarop we altijd gewerkt hebben, werkt in deze transitie niet. En dat zit hem voor een deel in hoe bedrijven of de overheid of een netbeheerder alleen al werkt, maar zeker in de samenwerking. Ik heb het idee dat het feit dat iedereen in principe voor een deel de boeken nog steeds gesloten houdt en zeg maar mondjesmaat informatie deelt, dat dat eigenlijk niet te doen is met die gigantische opgave. Dat is eigenlijk een oproep aan bedrijven, aan instellingen om transparanter te zijn in wat ze nodig hebben en wat hun plannen zijn, zodat we dat beter kunnen verdelen. Ja, dat is wel een manier van samenwerking die enorm kan helpen om precies te weten hoe groot de opgave is waar we voor staan. En dat is bijvoorbeeld wat ik aan de Maar dat weten we dan dus niet. Meestal niet tot in detail, nee. Er wordt een heleboel informatie niet gedeeld. En dat is vanuit bedrijfsbelang heel erg logisch. Maar dat is als je met elkaar. Dus als je moet niet allemaal een eigen opgave hebben. Ik denk dat we naar een situatie moeten waarbij er een gemeenschappelijke opgave komt te liggen. En die zou je per gebied kunnen nemen. Die zou je per bedrijfstak kunnen nemen om te kijken wat is dan die gemeenschappelijke opgave. Maar, want het helpt wel heel, en dat hebben we met dat warmtenet gemerkt, op het moment dat je met 5 verschillende belangen aan tafel zit en je legt je boeken op tafel, dan weet je waarom een ander bedrijf of een andere netwerk over iets heel erg moeilijk doet. Omdat je dan ziet, maar zo werk jij en ik moet dus ook mijn werkwijze veranderen als we elkaar wil aansluiten. Even reageren op Bout, want ik heb weer goed nieuws. Oh. Namelijk, er is Dat moet ik enthousiast zeggen. Ja. Er is wel degelijk wel een sturingsmechanisme sinds enige tijd. Bijvoorbeeld voor die zonne-windpark. Want we hebben eigenlijk over 2 discussies hier. We hebben het eigenlijk over iets wat helemaal niets met energietransitie te maken heeft in Amsterdam. En we hebben het volgens mij ook vooral over de klimaatdoelen. Dat is dus wel de energietransitie. Maar sinds een tijdje is het al zo dat als jij een windpark of met name een zonnepark waar het speelt wilt aanleggen en je hebt daar subsidie voor nodig, want dat heb je nog, dan moet je eerst bij die meneer langs om te vragen, ik wil het hier gaan doen. En dan moet hij fiat geven en dan pas kun je subsidie krijgen. Ja. Dus er zit wel degelijk inmiddels sturing op. Nee, want het lijkt af en toe wel of het allemaal maar een chaos is en niemand wat doet. Dat is dus niet zo. Maar ik zie jou toch vaak nuanceren op het moment dat Remco praat. Ik zie jouw handen veel dit doen en veel wij hebben nu een sturing, maar Klopt, dat toch? Is eigenlijk een noodrem die we hebben. Ja. Dus we hebben een noodrem dat we kunnen zeggen het past of het past niet. En dan kunnen we op een plek waar het misschien wel helemaal niet de handige plek is, zeggen ja, het past. Maar mag ik dan een vraag stellen? Wat wij voorstaan, en dat hebben we ook in de regionale energiestrategieën bepleit, is dat er zoekgebieden komen, net zoals er voor windzoekgebieden waren. Dan is er helderheid waar iets gaat komen. En nu moeten wij zeggen, als er in Tjitjerkstra-deel toevallig helemaal geen net is, maar wel in de buurt een beetje capaciteit over, dan zeggen we het mag. Terwijl dat niet de praktische plek is. Ja, mag ik een vraag stellen? Toen in 2013 die enorme opgave op ons afkwam en op u afkwam, met al die hoeveelheden zon, laten we het niet gaan uitdrukken, want die getallen zeggen mensen niks, maar dat was een enorme hoeveelheid. En u zei terecht, wij wisten niet waar het kwam. Waarom hebt u toen als netbeheerders, het zijn er maar een paar, u hebt de goede branchevereniging, niet gezegd, jongens, dit gaat fout, want dit komt straks ergens te liggen waar het helemaal niet past. Ik heb u toen nooit gehoord. Vraag. Ja, we hebben wel degelijk. Maar wij zijn als netbeheerders, dat kan ik veel te bescheiden. Hè? Dus ook in onze gesprekken met de gemeente vinden wij het wel moeilijk om op een gegeven moment met onze vuist op tafel te slaan. Nou, wij zitten nu in een transitie waar we wel moeten. Ja, maar als u nu dan wel met uw vuist, ik nodig u uit om met uw vuist op tafel te slaan, wat zegt u dan? Waarmee we dan proberen op tafel te slaan en het waarschijnlijk nog te bescheiden doen, is die ruimte, hè? De gezamenlijke ruimte zoeken. Ja. Als wij 2 jaar geleden met onze vuist op tafel hadden geslagen en ook het probleem, de snelheid van de groei beter hadden gezien, hebben we gewoon ook niets gezien, hè, zo snel als het groeit, dan hadden we nu 2 jaar voorsprong gehad. Ja, ja. Welke keuzes liggen er verder nu op tafel als we het hebben tot slot van dit stukje over de infrastructuur in de stad? Want we hebben warmtenetten willen we aankoppelen. Nou, we hebben een oude woningvoorraad, dat is soms weer barstig. Missen we nog fundamentele keuzes die we moeten maken? Moeten we alle opties aanpakken of moeten we inzetten op 1 vorm van energie? Nou,
Kijk, voor die transitie, en ik kijk meestal Europees en minimaal Nederland, dus Amsterdam is wat dat betreft natuurlijk... Maar je woont er al je hele leven. Zeker, ja. Zeker. En met veel plezier. Ja, dus... Ja? Dus ik denk dat je er wel een beeld bij hebt wat je zou willen. Nou, heel simpel, dat kan je bijna blind zeggen waar je ook komt. Als we de doelen die we hebben, die zijn zeer ambitieus. Mm-hmm. Nou ja, goed, ik ga ze niet weer opnoemen. Als je die wil halen, heb je gewoon alles nodig, in principe. Dan moet je wind op zee, wind op land, zonneparken, biomassa. Ik weet niet of er... Ik kijk altijd uit wat iets gegooid wordt, want als je het woord biomassa laat vallen, mm-hmm. Dat is heel slecht. Maar goed, die heb je ook nog. Kernenergie, hè, je hebt eigenlijk gewoon alles nodig. Als je, dat zeg ik er steeds nadrukkelijk bij, die doelen wilt halen. Als je op een gegeven moment zegt, okay, we willen sommigen niet, moet je ook accepteren dat je misschien je doelen niet haalt. Jullie zijn geen fan van kernenergie, dus het niet helemaal voor te leggen. Ik ben geen fan van kernenergie. En biomassa? Ik ben ook geen fan van biomassa, maar er staat in Amsterdam een biomassa centrale die kort geleden gebouwd is. Ja. Dus ik heb een als transitiemiddel kan je het inzetten als je wel heel erg voorzichtig bent met wat de herkomst is van de biomassa. Maar bedoelt u daarmee eigenlijk, we moeten dat gewoon gebruiken als het nu mogelijk is om de transitie te versnellen? Dan hebben we niet de luxe om dat niet te doen, want het staat er en het is gewoon beschikbaar. Maar uiteindelijk op termijn willen we dat eruit. Op termijn wil je het eruit. En ik vind dat... Ik merk dat er wel heel erg makkelijk met biomassa wordt omgegaan. Dus nou, de laatste tijd komt de discussie natuurlijk op gang. Dus het gaat minder. Maar ik merk gewoon een heleboel bedrijven die ook in de haven dat ze zeggen, nou, ik wil wel een biomassa centrale bouwen. Terwijl ik denk, nou, er zijn ook andere manieren. Hè? Bijvoorbeeld inderdaad stoom. Laten we een stoomnet aanleggen in de haven. Ik denk dat dat veel meer helpt met een heleboel bedrijven dan dat iedereen zijn eigen biomassaatje gaat bouwen. Omdat daar toevallig een subsidie voor is. Ja. Dus ik vind dat die subsidie tot nu toe wel een perverse prikkel heeft gehad, dat het een vrij makkelijke manier was om energie op te wekken. En daarvoor vind ik hem vind ik dat er te veel nadelen aan zitten om hem zo makkelijk in te zetten. Maar helemaal uitsluiten, dat ben ik met de heer De Boer eens. Dat is denk ik onhandig. En nou, het idee dat je nu eentje die net gebouwd is zou moeten sluiten, daar ga ik ook niet in mee. Maar verder moet je inderdaad op alles inzetten. En ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven om te zeggen, laten we maar een tandje minder doen. Want we hebben gisteren volgens mij of eergisteren weer gehoord dat het commissie van de VN gezegd heeft, die 1,5 graad is gewoon eigenlijk al uit het zicht. Ja. Nee, zeg maar wat dat voor onze wereld betekent, en met name de wereld die we nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen, dat is enorm. Ja. Niet alleen maar wat zij aan klimaatverandering gaan meemaken, maar wat zij dan aan oplossingen moeten bedenken, die zijn nog veel drastischer dan wat wij nu doen. Nou ja, dus niet alleen een groter klimaatprobleem zaden we toekomstige generaties op, maar ook steeds moeilijkere en drastischere oplossingen. Misschien toch nog even dan, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar het volgende gesprek, om het nog even heel concreet te maken. Ik zag een maand geleden dat er in Amsterdam-Zuid mensen aan het kamperen waren in een kuil, omdat zij geen transformatorhuisje op die plek wilde. Toen dacht ik, dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Aan de ene kant, wethouder De Vries zei, over 8 jaar is al het vervoer elektrisch in Amsterdam. En tegelijkertijd, op het moment dat er 1 huisje geplaatst moet worden, zijn er mensen aan het kamperen in een kuil, omdat ze dat daar niet willen. En dat is natuurlijk wel het dilemma. Hoe zorg je op een goede manier dat je dat met een buurt kan doen of niet? Of hoe staat u erin? Want u wilt gewoon die huisjes gaan plaatsen, lijkt mij, zodat we die elektriciteitsvoorziening kunnen doen. Nou, dus dit is de mooie brug naar de participatie. Ja. Want wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je moet beseffen, als je al deze ambities waar wil maken, dan moet je alle energievormen gebruiken. Ik wou er nog eentje toch nog even tersluiks aan toevoegen. Dat is dat je ook gasvormig moet overwegen op de plekken waar het nodig is. En dat kan zijn waterstof, biogas, whatever. Als het maar wel duidelijk is waar het is. Ja, dat is eigenlijk waar u mee begon. Er moet handelingsperspectief zijn, langjarig. Zodat iedereen weet waar het is, waar je kan plannen. En dan over die huisjes. We weten dat er heel veel meer elektriciteit gebruikt gaat worden. Dus dat betekent dat je daar ook de infrastructuur voor moet neerzetten. Dat betekent ook dat iedere burger moet beseffen dat er meer huisjes in de wijk gaan komen. Dus dat betekent dat het aantal middenspanningsruimtes gaan verdubbelen. Mm. Vervolgens moet je de participatie zo inrichten. Dat is, zeg maar, dat die huisjes er komen, dat is onontkoombaar. Waar ze komen,
Dat is volgens mij een participatief proces. Maar dan zegt u eigenlijk als netbeheerder, als wij een brainstorm zouden doen met een buurt, dan gaan we die kaart op tafel leggen. En als die bewoners zeggen, we willen hem niet hier, maar daar, dan leggen wij wel de leiding daar naartoe. Ja, dus ons klassieke proces is dat het huisje naar de leiding moet komen, maar wij weten dat dat een onhoudbaar proces is. Dus wij zeggen, de leiding komt wel naar het huisje, waarbij dat niet tientallen kilometers verder weg kan zijn. Dus je zegt, in een wijk moeten pak een beter 10 bijkomen en laat de wijk met elkaar maar uitvechten waar ze moeten komen. Ja. Is dat misschien, en dan ga ik Floor er ook bij vragen, is dat misschien ook de manier om op sommige plekken participatie vorm te geven? Dat we zeggen, kijk, soms is het idee, wat leven mensen, wij mogen meebeslissen of het er komt of niet. En dat, op het moment dat dat de belofte is die georganiseerd wordt, dan is de teleurstelling extra groot als dat niet zo blijkt te zijn. Is dit een goed voorbeeld van hoe dat zou kunnen? Ik denk dat dit een voorbeeld is wat we in Amsterdam proberen, maar wat we nog veel meer kunnen inzetten. Dus het is eigenlijk hetzelfde met windmolens. We hebben natuurlijk ook met windmolens gezegd, wij hebben de ambitie dat we windmolens hebben, ook in de stad. Maar hoe dat precies ingepland wordt, dat is onderdeel van een gesprek met de buurt. En dat betekent niet dat per definitie een makkelijk gesprek is. Mm. Maar dat is wel een gesprek met... En dat zo zal het met de huisjes ook zijn. Dat zal bij de ene in een ene buurt makkelijker gaan. Dat zal bij het ene onderstation ook makkelijker gaan dan bij het andere. Maar dat gesprek moet je aan. En ik denk dat ik geloof heel erg in... Als we dit met elkaar... willen gaan halen, dan is het een kwestie dat je heel duidelijk richting geeft waar we heen gaan en vervolgens ruimte biedt in hoe we dat dan precies gaan invullen. En daar hebben we echt alle Amsterdammers voor nodig om daarin mee te denken en mee te doen. Maar ik denk dan toch, en ik wil helemaal niet somber dit gesprek eindigen, ik denk dan toch als het rond één huisje al zo lang duurt, en het is dan misschien een beetje een lullig voorbeeld, maar het is wel een fundamenteel voorbeeld, want er 1000 van die dingen in de stad moeten komen, dan hebben we nog een hoop met elkaar te bespreken terwijl de tijd doortikt. Ja, dus ik wil daar als netbeheerder ook best wel een hand in eigen boezem steken. Want wij hebben zo'n proces op een hele klassieke, knullige manier doorlopen. Ja, dus wij bedenken, daar ligt een leiding, dat huisje moet daar komen. En er is helemaal geen participatie, heeft daar plaatsgevonden. Nee.